Een tijd terug had ik deze benen getekend op dit bordje. En dat is de inspiratie voor de tekening van vandaag. Hoe teken je benen? De truc bij het tekenen van benen is dat je altijd zoveel mogelijk in één vloeiende lijn wilt tekenen. Dus je tekent een lange lijn naar beneden met daarom vast meteen de rest van de schoen. En hoe je schoenen tekent, dat deel ik in een andere video. De rest van het been teken je door twee boogjes te tekenen, die van de enkel en de hiel. En dan teken je het tweede been, die bepaalt de houding van de benen. Die staan bij mij nu naar binnen. Als je rondjes tekent op de benen, krijg je een polkadot effect. En je kunt de schoen oppimpen met kleine boogjes aan de zijkant. Dit was hem alweer dag 2. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze tekening vinden. Laat me even weten of je hem ook gaat maken. En morgen komt er weer de derde tekening online. See you there, zelfde tijd.